Zeg Peter, waarom zijn we hier nu eigenlijk? Want we zijn nu op de Molenwei in Charloes. Waarom zijn we hier? Nou, omdat het mooi weer is. Nee hoor, we doen natuurlijk veel meer dan sport alleen. Natuur- en milieueducatie. We zijn nu op een kinderboerderij vandaag. Is ook heel belangrijk. Sterker nog, daar zijn we ontzettend over aan het nadenken. En niet alleen aan het nadenken, want dat gaan we straks wel zien als je zo hier om je heen kijkt. Ook met vernieuwing bezig. En dat wilde ik graag ook met iedereen delen die vandaag bij de barbecue is. Nou, laten we kijken wat voor vernieuwing hier is. En dit is dan een van die plekken waar je het over had, waar het dan... En wat gebeurt hier dan? Nou, vroeger waren dit zogeheten schoolwerktuinen. Hier hadden klassen, hier hadden scholen, hadden hier een tuintje. En dan kon je tuinieren volgens een concept. Wat eigenlijk al jaren bestond. Wat kinderen hier leren is vooral ook samenwerken. Samen met z'n allen, met z'n hele klas of een groep van een school, zo'n tuin onderhouden en met z'n allen zorgen dat er een pizza komt of maar een high-tea dus komt. Dit was eigenlijk weg? Dit was weg, ja. Dus dit is zelf aangelegd door mensen van de kinderboerderij. De high-tea staat daar op het hoekje bij de hoeksteen, 6B. Die vinden het leuk om bijvoorbeeld met z'n allen een high-tea te maken. Ja. Moet je mij nu niet vragen wat ze er allemaal aan het verbouwen zijn, dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Ik ken al die planten niet. Alle scholen hier uit de buurt, die tuinieren hier. Alle scholen die vroeger bij ons tuinieren hier nu. En het gaat dus niet meer over van het is te ver weg, het is te duur. Sterker nog, ik heb me laten vertellen dat sommige scholen zelfs 10% meer betalen dan dat ze hiervoor betaalden. Dus dat is geen criterium meer, maar blijkbaar verzorgen wij hier iets, brengen wij hier iets waar scholen echt behoefte aan hebben, waarvan ze dit echt de toegevoegde waarde zien. Maar wat hoop je nou dat hier wat op te steken? Want nu kijken de collega's van jou kijken nu naar dit filmpje. Wat is dan eigenlijk de boodschap die je hier mee wil geven? Nou, de boodschap die wat mij betreft echt hierin zit, is vernieuwen. En zorgen dat je gewoon eens ook eens nadenkt. Als mensen zeggen van we komen niet meer, vaak onder druk van geld. Dat wil niet zeggen dat je altijd met iets heel vervelends bezig bent geweest. Maar het kan wel betekenen dat je met iets bezig bent of bezig bent geweest wat in de hele prioritering afvalt. Omdat het niet meer interessant genoeg is. Omdat het niet meer aansluit bij bijvoorbeeld belevingswereld van kinderen, belevingswereld van docenten. Dus eigenlijk wil je dat het ondernemerschap een beetje terugkomt op de plekken waar het nodig is. Ja. En mensen daarin ook stimuleren dat ze dat oppakken. Dat betekent niet dat alles goed is. Op het moment dat je hier een skelterbaan zou maken, is het misschien wel ontzettend leuk voor Charloes, maar dat heeft niks meer met natuur- en milieueducatie en niks meer met een kinderboerderij te maken. Er zijn wel kaders, er zijn wel grenzen. Maar binnen die grenzen willen we mensen echt uitdagen, uitnodigen, stimuleren om te kijken wat in hun gebied, wat ze met hun voorziening nog aan extra's kunnen toevoegen aan dat wat er al is. Weet je nog dat Amalia ook prinses van Oranje heet? Het heeft te maken met het prinsdom Oranje. En in dit land werden vroeger heel veel sinaasappels verkocht en verhandeld. Het staat hier letterlijk in het een van de vele taalspelletjes die hier zijn gemaakt, hè? Oranje editie. Ja. En het heeft allemaal te maken met het feit, dat gebeurt hier ook. Dat gebeurt hier ook. En wat je ziet, het is losbladig. Je kan er elke actuele gebeurtenis, daar kun je een les omheen gaan bedenken. Want op school gaat de docenten gewoon mee verder. Van, nou, waar ligt dat dan Oranje? Ja, dat ligt in Frankrijk. Nou, dan leer je iets over Frankrijk. Dus wat je ziet is dat traditionele natuur- en milieueducatie veel meer is dan alleen mensen iets bijbrengen over alles wat groeit en bloeit, maar ook de context waarbinnen dingen gebeuren. En nu is er een nieuw college, een nieuw coalitieakkoord en er is ook een nieuwe visie bij sport en cultuur. Wat kan je al vertellen? Om met het laatste te beginnen, een nieuwe visie sport en cultuur. Dat klinkt alsof we ineens een nieuwe visie hebben bedacht en dat die er opeens is. Nee, dat is ook het product van iets wat een aantal jaren al gaande is. Namelijk het nadenken over wie komen wij nou in onze voorziening. Wat kan onze voorziening nou betekenen voor de wijk? Wat is de toegevoegde waarde? Mag ik dat samenvatten als een soort van een bredere inzetbaarheid van de locaties die je onder je beheer hebt of onder je hoede hebt eigenlijk? Ja. En om te kijken of je die breder kan inzetten, behalve op het gebied van bijvoorbeeld hier milieu, alleen maar kinderboerderij, dat je ook educatie kan toevoegen, misschien wel een combinatie kan maken met sporten, dat je eigenlijk zoekt naar nieuwe wegen. Dus ondernemerschap, flexibiliteit, creativiteit, snappen wat die omgeving van je wil, dat is daarin ontzettend belangrijk. Oogkleppen af. Oogkleppen af, ja. Gewoon breed kijken. Nou, de boodschap is, we zijn ontzettend goed bezig met elkaar, vind ik echt. Ik bedoel, dat is waar we vandaag zijn getuigen van, het feit dat mensen met z'n allen nu bij elkaar zijn. Ik wil ze ook ontzettend bedanken voor de inzet die ze de afgelopen periode hebben gepleegd. Misschien nog even een heel klein bruggetje naar een nieuwe college. Er komt een nieuw college. Daar zit een grote rol in voor natuur en milieu. Dierenwelzijn. Er komt een aparte wethouder ook voor dierenwelzijn.
staat in het nieuwe collegeprogramma, staat eigenlijk datgene wat we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben, maar dan wel beter en wat slimmer. Het is er gewoon blijven staan. Dus wat dat betreft hebben we het gewoon heel goed gedaan met z'n allen. En daar wil ik gewoon ook iedereen ontzettend voor bedanken. En nu gaan we pizza maken. Nu gaan we, heerlijk. Ja? Heb ik zin in. Jij weet hoe dat moet, hè? Ik weet hoe ik het in die oven moet schuiven. Ja. En die kruiden moet dan even vragen. Ja, dat vraag ik me dan niet.